Yo, hi. Vandaag ben ik hier samen met mijn zieke keel. Nou weet, dat was een dubbele grap. Yo. Deze guy, hè? Mensen, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, dit is Jart. En vandaag hebben wij iets briljants. Ja. Waarom is het zo koud? Nou, want gewoon groente. Ik was laatst video aan het opnemen met iemand en die had ook dit en die deed zo. Dat doe je niet. Who even does that? 1, 2. Wie ben je eigenlijk? Ik ben Jart, ik ben 18 jaar. Waarom ben je hier? Ik geloof niet waar wij vannacht hebben geslapen. Toch? Ja, serieus niet. Gewoon in je moeder. We hebben in een dierentuin geslapen vannacht. En dat was super leuk. Wat? Zijn we nou gewoon na? Ik apte je na. Ik dacht dat het vandaag leuk was om dit te laten zien aan jullie. En nu denken jullie, joh, waarom heb je het over schoenen? Nou, ik heb niet zomaar schoenen, ik heb er heel erg veel. En een groot deel draag ik gewoon niet. En die heb ik in een kast geflikkerd en toen dacht ik, ja, ik vind het toch gek dat ik er niks meer ooit mee doe. Dus, ik wil wel eens aan jullie geven. Nee, jullie mogen gratis schoenen hebben aan het eind van de video. Maar eerst, ik ga ze even halen. We hebben dus in een dierentuin geslapen. En dat was echt super leuk. We hebben nog geen avond gegeten. Kijk. Holy shit! What the fuck? Met andere woorden, het leek mij dus leuk om vandaag aan jullie te laten zien hoe mijn shoe game is en hoe het tot stand is gekomen over de jaren heen. Want ja, ik ben er eigenlijk helemaal niet zo heel veel mee bezig, maar blijkbaar heb ik wel fucking veel schoenen. Heb jij veel patas? Nee, ik heb niet zo heel veel patas. Ik heb maar een stuk of 4 patas. Nee, we hebben dan 4 schoenen of heb je 8 schoenen, 4 paar schoenen. Als je dit zo ziet, hè, Hiro. Ik bedoel, ja. Dit is natuurlijk een fantastische verzameling. Wat valt je dan als eerste op? Zeg maar, welke schoenen vallen als eerste op? De getatoeëerde bootschoenen. Ja, dit is een mooi verhaal, dames en heren. Dit draag ik ook nooit. Ik weet niet eens hoe dit werkt. Ik was ooit bij een of ander evenement of zoiets en daar kreeg je gratis schoenen. Dat was ook eigenlijk de enige reden waarom ik heen ging. Dat was een soort van ding, show of zo. En ik vond niks aan. Er waren een beetje gekke mensen. Maar je kreeg wel gratis schoenen, dus dat heb ik ook gedaan. En het is niet zomaar iets. Er staat een motherfucking bam! Paprika op me, jongens! Oh, dit is ongekend. Dit is niet normaal. Kijk. Ik had deze net zo goed weggooid. Ik weet niet welke wel weggeven trouwens, want het zijn allemaal een beetje oud en kut en verrot. Yo! Oh shit! Yes! Dit is altijd mijn droom geweest om een video op te nemen waarin dit gebeurde. Dit is, ik weet niet of je Stranger Things hebt gekeken, maar dit is de geest van ons huis. Het is zo. Ze heet Miranda. Yo Miranda, what's up? En ze praat met ons via deze lichtsignalen. Mocht ze rare sprongen maken vandaag, dan weet je dat ze me aan het uitschelden is. Wat vind je van de bootschoenen? Sorry, ik ga je echt vragen om die paprika op te tieven. Ik word nu echt gek ervan. Ik vind dat je die moet weggeven. Waarom moet ik deze weggeven? Maar dit zijn bootschoenen. Sperry, echte sperries. I don't even know if that's a brand. Wow, mijn hoofd. What is this life? What is this? What is this about? What is happening? Oké, je mag ze hebben. Nee, niet jij. Nou, oké, bij deze, dit. Hoe sick is dat? Ja, ik heb nog niet echt bedacht hoe je ze kan winnen. Bootschoen, oké. Ja, kies een schoen. Kom op, jongen. Er liggen minimaal 15 paar schoenen. Wat is het verhaal achter deze patas? Wat vind je ervan? Nou ja, ik vind deze nu een beetje kut. Het past er wel verrassend goed bij je auto. Waarom? Met andere woorden, je vindt het gewoon lelijk. Nee, ik vind het niet per se lelijk, maar gewoon... Met andere woorden, je vindt het lelijk. Noem je mij nou een truitenvlogger? Ik bedoel, als ik één keer gekke schoenen koop, ben ik dan meteen een slecht mens? Maar wat is... Mocht trouwens nog niet zo opgevallen, Jart en ik hebben allebei een soort van kikker in ons keel. Volgens mij heb ik dit ooit besteld. En ik vond ze zo hard. En toen had ik ze wel een tijdje gedragen. En niemand op school had ook Jordans. En ik er wel. En toen in één keer dacht ik, wow, ze zijn eigenlijk fucking lelijk. Toen ben ik ze gestopt met dragen. Ja, nee, en heb ik ze in de kast geflikkerd. Ken jij dat? Het leuke is ook, ik heb nog maar één. Nee. Waarom hou je één schoen over? Nee! Het was een prank! Yo, vang deze schoenen. Oh! Dude, perfect! Dutch version! Yeah! Yes! Oké, die gaan we niet weggeven, die zijn lelijk. Ja, die zijn lelijk. Yo, 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 yo! Dit is zo'n schoen die dan in een cartoon wordt opgevist. Dit is die schoen. Deze heeft in al die cartoons gespeeld. Kijk die neus! En dit is zo'n Efteling attractie. Dit is ook een mooi verhaal, deze heb ik ook gratis gekregen. Zo, ik ga even slapen. Oh, ik heb gewoon een bed met dekens en kussen. Wij gingen ooit aan het samen met Tommy Hilfiger en mochten we deze hebben. Alleen ze zijn zeg maar eigenlijk te groot. Echt? Ja. Je hebt ze fucking lang gedragen. Ja, ze vallen gewoon groot, maar ze zijn wel hard. Ga je ze nu aan? Ik ga ze nu aan. Je hebt niet eens gevraagd of dat mag. Mag ik ze aandoen? Nee, ja. Ah, man. Trouwens, ik probeer met deze video niet aan te geven dat je als mens zijnde veel schoenen moet hebben. Want ik heb letterlijk, dit is letterlijk over jaren lang. Ben niet eens zo goed met schoenen. Schoenen boeien me eigenlijk niks.
Kijk, weet je wat het is? Als je naar mijn schoenen kijkt, slaat eigenlijk gewoon nergens op. Menig schoenen-expert zou tegen mij zeggen: wat doe je? Nee, ja, ik weet het niet. Nou, nee, ik volgende paar. Dit, yes! Wat lach je? Lach je me nou uit? Lach je me uit om een fucking schoen? Hoe vind je van als het dan zo dichtbij komt? Oké, okay, dit is ook een mooi verhaal. Dit is sorry, oké, okay, alles wat we al hebben gedaan moet daarheen. Oké, okay, yes. Volgende patat. Dit zijn Supra's. Straight out of 2011. Waarom denk je dat ik deze heb gekocht? Omdat, één ding. Omdat Justin Bieber ook Supra's droeg. Yes. Dat echt? Ja, dat is precies waarom. That's my best friend. Ik vind deze nog steeds hard, alleen zijn gewoon fucking lelijk. Supra's, als jullie dit zien, neem contact op met Kelvin. Dit kan niet. We willen graag een nieuw paar. Twee. Ik wil een nieuw paard. Hoe lang heb je die gedragen dan? Ik heb deze echt wel voluit een 2 dagen gedragen, denk ik. Nee, deze is een half jaar of zo. Wanneer? Ik denk een jaar. 2011, what up? Eén ding is zeker, Supra's zijn niet super! Naaas! Ik zie nu dat jij gewoon 2 paar bijna dezelfde schoenen hebt. Trouwens, ik ga een langere serie van dit onderwerp maken op mijn nieuwe kanaal genaamd Kelvin's Lifestyle. Dat doe ik samen met mijn modeontwerper Jart Struik. Hoi. Die komen echt super organic uit. Mensen gaan sowieso zeggen van: oh ja, maar het zijn allebei wit, daarom lijken ze op elkaar. Maar kom op. Ze zijn allebei wit, dus daarom lijken ze op elkaar. My bad. Oh, je bad. Net als jij en ik, we zijn allebei wit, dus daarom lijken we op elkaar. Ja, dat is wel waar. Je ogen ook. Nee! Ja, het is beter. Ik heb een verhaal al klaar liggen. Even, wat denk jij? Ik denk, je had deze al. Ja. En toen raakte je deze kwijt. Toen dacht je, ah, hier komt een nieuwe. Toen vond je ze weer. Oké, een realistische verhaal. Je had deze. Ik kreeg deze kracht in. Ja. Deze had ik als eerst. Toen dacht ik, yo, ik wil eigenlijk witte schoenen. Ja. Maar ik vond ze altijd te duur. En dat is echt in 2009 toen ik gewoon nog zeg maar 5 euro zakgeld per maand kreeg. En toen was Quint in Spanje en toen zei hij, yo, ik heb hier schoenen gezien, dit is precies die je wil. En ze kosten maar 30 euro. Sick! Dus dat heeft hij voor mij gekocht toen. Toen had ik ze in Nederland, toen deed ik ze aan en toen kwam ik erachter dat ze voor geen meter lopen. Elke keer als ik dit ding zeg maar voor langer dan 4 uur aan heb, dan krijg ik klaar. Deze heb ik denk ik een half jaar geleden. Yo, what the fuck? Maar deze heb ik een half jaar geleden gekocht. Ja, ik draag ze nog steeds. Die wil ik houden. Maar deze wil ik ook houden. Nee, weet je wat? Ik geef ze weg. Wow! Ja, joh, ik doe het gewoon. You get a shoe. And you get a shoe. And you get a shoe. And you don't get shit. And you don't get shoe. Dat zijn de schoenen die je weg gaat geven. Ja. Epic. Kijk ik maar naar een YouTuber als jij. Kijk je mijn zin? Ik eens een keer slaan. Nee, niet tegen mijn oor. Nee, oké, op je wangetje. Niet zo doen. Kom. Kom dan. Vertrouw je me. Ja, ik vertrouw. Oké. Ik wou gewoon omhelzen. Jij was gewoon al bang voor dit. Ik ga gewoon. Hier, deze ga ik ook weggeven. Yes, yes! Yeah. Kaching! Gratis schoenen! Oké, kies maar. We hebben net 2 paar witte schoenen gehad, dus we gaan nu naar 2 paar bordeaux-rode schoenen. De al bekende Roche Runs. Met de gouden logo'tje. Twee van Roche Runs. Ik vond Roche Runs cool, maar toen gewoon echt letterlijk iedereen op mijn school had ze. En toen had ik er nog geen en toen dacht ik, nou weet je wat, never mind. Deze zijn wel leuk, want deze zijn anders dan de andere. Mag wel zeggen dat je ze leuk vindt. Nee, ik vind het leuk. Nee. Ik heb niks tegen Roche Run. Gewoon zoveel mensen hadden. Iedereen voelt nu dat je er omheen aan het lullen bent. Iedereen voelt dat. Gewoon van zo. Wie is iedereen? Fucking Miranda. Miranda die kijkt? Ja. Oh, Miranda van de Geest bedoel je? Yeah. Jij doelde op het feit dat ik hier dezelfde bordeaux rode schoenen heb. En je vraagt je af waarom. Waarom? Wanneer heb je deze gekocht? Niemand moet maar omdat kan, ja. Kijk, deze had ik eerst. En toen dacht ik, ik weet letterlijk niet waarom ik die heb gekocht. Kelvin. Nee, dan gooi je weer die rossen. Ik ben helemaal niet daarop. Oh, zijn er op mijn kant, Rossus! Hij had deze gekocht als in de skatestore, want ik dacht, dan ben ik echt skater. Maar wanneer was het? Ik weet het nog. Vorig jaar, 2015. Begin april. Zo, jij weet het goed. Oh ja, nee, serieus. Voor 4. Voor 4. Lol. Hij wil... Ik ga deze wel houden. Hey! Bra, 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 bra. Deze vind ik ook lelijk. Nou, dat is het dus. Je denkt, het zijn fan. Het zijn... Gravis. Ik weet niet wat het is. Gravel. In ieder geval, dit is een schoen. Ja. Eerste opmerking. Jongen, jij kan ook niet eens gewoon een keer eerlijk zijn. Nee, eerlijk vind ze op zich wel hard, maar ik zou ze zelf nooit dragen. Dus je vindt ze gewoon niet hard. Nee, dat is niet wat ik zeg. En dan, als je dan... Wacht, laat me daar even heen. Bootschoenen kunnen super hard zijn, okay. En deze kunnen ook super hard zijn met het juiste oudje. Ik ga deze weggeven. Oh! Ja! Oh! Hoeveel zou je hiervoor betalen? Nu? De staat wat er nu zijn? 5 euro of zo. Nog 5 euro? Ze zijn zo fucking lelijk. Die hier, één paar gravel schoenen, speciaal voor jullie! Klaar is even niet, het enige wat je hoeft te doen is... Nou, ik weet niet. Doe even met je ogen dicht. Alles, come on! Oké. Come on!
Hey! Hey! Essex! Ja, ja, lekkere patties. Patties. Lekkere patties, grap. Hoe lang heb je deze al? 3 jaar. Ik heb echt geen idee. Ik heb letterlijk geen idee. Ik vind ze zeg maar best wel lelijk. Wat vind jij zeg maar van kleren in het algemeen? Zo van, yo, ik vind het belangrijk dat ik shit draag die zeg maar helemaal fris is. Nieuw en dik en zo. Snap je wat ik zeg? Ik snap gewoon niet wat je vraagt. In hoeverre staat kleding zeg maar op jou belangrijk lijkt? Ik ben er wel mee bezig, maar ik zie niet dat ik fucking veel kleren koop of zo. Dus ik heb dan altijd gewoon, als ik iets super kleurrijks aan heb, dan moet de rest wel gewoon een beetje rustig zijn. Je hart maar... is trouwens een vrouw. Ja. Nee, maar het was een grap. Oké. Ik ben het met je eens. Deze schoenen gaan niet daar weg. Deze gaan niet daar niet. Volgende papa. Deze? Sorry mensen, ik ben een beetje ziek. Ja, deze heb ik gekregen op mijn verjaardag. Ik heb deze schoenen best wel vaak gedragen tot het uiteindelijk zomer werd. En toen waren ze eigenlijk te warm. En nu was het laatst weer niet meer warm. En toen deed ik ze aan en dacht ik, yes! Ik ga ze dan ook niet weggeven. Ik vind ze te mooi. Het zijn Puma. En het betekent veel voor me, want mijn broers, ik hou van jullie. En het was ook van de vriendinnen van mijn broers. Astrid en Celine, dank jullie wel. Hoppakee! Hey, weer zo een met van die dingen. Fans. Yo, ik heb deze ook een keer gehad. OTW, fans OTW, ja. Ik ga 1 schoen weggeven, hey. Iemand. Ja, alleen deze, de andere is weg. Dat zijn ook fietsschoenen. Deze vind ik best wel lijp. Deze komt best wel vaak aan en ze zijn nog fris en ze worden snel fiets. Ze ruiken gewoon schoon. Yeah. Ik heb zo'n gezins en wasmachine nog nooit aangehad, want dit gebeurde. Deze gaan we niet weg. Deze zijn nog steeds. Yay. Deze. Waarom juich je als mensen geen gratis shit krijgen? Clarks! Kijk, dit vind ik dus zo kut aan Clarks. Wauw. Snap je, de zool is gewoon opgepeuzeld. Wel veel gedragen, toch? Nee. Ik kocht deze en toen was het meteen zo. Ik ga hem niet weggeven. Dat vind ik een schande voor de persoon die ze dan zou krijgen. Laatste paar nu. En dit is echt helemaal crazy. Ik vind het trouwens van mijn oranje shirt. Ik dacht, ik ga gewoon kleurrijk vandaag. Kleur is goed. Jezus man, wat een tof schoen hè. Ze zijn wel echt hoor, daar niet van, maar ze zijn van mijn broer. De vraag die jullie natuurlijk hebben is, ga ik deze weggeven? Nou, ja zeker. Ik ga ze weggeven aan degene die Ivar Boerma heet. Jart, doe even een modeshow van deze schoenen. Deze ga Ander weggeven. Ik ga het specificeren, oké? De enige mensen die kans maken op deze schoenen zijn niet iedereen. Ik wil iets terug doen voor de fanaccounts. Fanaccounts zijn altijd degene die zowel mij als jou, als iedereen waarmee we samenwerken, helemaal wild van worden en supporten. Altijd. Ja. In ieder geval, ik wil ze weggeven aan jullie. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is op naar Google gaan. Zoek op Paprika. Klik op plaatjes, dan download je een plaatje. Post je die op Instagram of Twitter. Ik weet niet waar je fanaccount zit. En dan tag je allemaal bekende mensen, zodat die bekende mensen denken, hè, waarom deze paprika's? Hoe vaker je het doet, hoe meer kans je maakt. Yo, yo, Calvin! Allemaal schoeisel. Oké, dus plaats zoveel mogelijk foto's van paprika's en sturen naar bekende mensen. Dat is grappig. Vind, dan ga ik lachen. En dan jou vinden. En dan is goed. Maar maak kans op schoenen daar. Jij kruipt toch naar achter? Nee, dan zie ik Judeska voor me. Dat is toch heel leuk. Maar je ziet inderdaad Judeska voor me. Nee. Jim Carrey. Nee. Oh nee. Ik vind zijn mond vies. Ja, hier heeft hij echt een vies mondje. Maar sowieso. Hij heeft een grote mond. Ja. Nee. Wow. Wat een lange...